Yo, dit is 4K Yeet, man. Zorg maar dat je geniet, man. Dames en heren, daar zijn we weer. En vandaag heb ik een hele speciale gast. Het is die Timmerman. Yo, boys. En vandaag gaan we een van die klassieke spelletjes spelen. Wie is het? In Fortnite. Oké, hier kunnen we een categorie kiezen voor de poppetjes in het spel. Dus welke categorie wil je? Game characters misschien, Kratos? Ja, is goed. Oké, daar zijn we. Jij staat daar in de verte. Zo! En hier beneden hebben we dan alle poppetjes. Wie ben ik? Ja, dit is dus echt oneerlijk. Oh, oneerlijk. Oké, dan pak je even mee. Oh, nee. Ik ga Final Guess doen. Dat is heel dom. Je weet nog helemaal niks. Jij zei, oh, dit is niet eerlijk. Nou, ben jij dat geitman? Dat is niet goed. Ik ben niet de geitman. Oh, heb ik verloren nu? Ik heb gewonnen. Oké, nieuwe ronde. Weer game characters. En laten we even rustig doen. Oké, dit ben ik. Ga je nooit raden. Ik wil even goed kijken. Welke characters zijn er allemaal? Deze voelt als een Timon. Dat is een hint. Nee. Je gaat mij nooit raden. Dat ga je gewoon nooit raden. Ik ben klaar voor mijn eerste vraag. Oké. Okay. Is your character van fighting game? Oh, ik heb niet zoveel geld meer. Zit hij in een survival horror game? Nee. Mag ik dan nu dingetjes om gaan schieten? Ja, nu mag ik dingetjes om schieten. Deze, dus Resident Evil. Wat is dit? Is dat Gears of War? Oh, dat is een heel domme vraag voor mij. Dit is maar één van een horror game of zo. Ja, dat is heel dom. Oké, jouw beurt. Eens even kijken. Ik ga eens een vraag stellen aan jou. Is jouw van, eens even kijken, zo'n role-playing game? Oh ja, weet niet hoor. Wat is een role-playing game? Ik denk dat dit... Is dit een role-playing game? Ik weet het niet. Is het een role-playing? Je gaat wel eerlijk role-playing. Spelen. Role-playing? Wat voor spel is dit? Ik weet het niet. Weet je niet. Hé, ga ik dat ook zeggen op jouw vraag? Als ik het niet weet, dan weet ik het niet, Tim. Dus er geen... We slaat het op. Wacht, niet alles omschieten. Misschien was het geen roleplaying game. Nee, je hebt gekozen. Je weet het niet. Dus maar waarom weet jij het zo goed dan? Het is misschien wel... Maar ja, je weet het. Ik weet het niet. Jij begint alles om te schieten. Jij mag. Oké, volgende vraag. Is jouw character van een first-person shooter? Eens even kijken. Nee. Denk oeh, niet. Je twijfelt. Dat is een hint. Dus dit is waarschijnlijk third-person shooter. Dan gaan we Doom kan weg. Helio weg. Er zit ook geen... Ik dacht dat elk spel first-person shooter was op aarde, maar er is er geen één. Wat is dit? Is Arcane first-person shooter? Ja. Bruh. Ik weet niet wie dit is. Oh, mijn tijd is op. Oké. Okay. Woe! Maar ik weet dat jouw Resident Evil, dus daar ga ik een vraag op stellen. Oh, baby. Oh, nee, Tim. Zullen we opnieuw? Nee, we gaan niet opnieuw. Even kijken, is jouw van een survival horror game? Hoppatee. Je bent echt een kuthond. Hoppatee. Ja, nou, ik ben bijna klaar. Ik ga zo meteen gaan gokken ook gewoon. Je weet het niet, je hebt nog zoveel staan. Je hebt echt maar 4 dingetjes omgegooid. Oh. Hé, hey, waarom ben je nou aan het schieten opeens? Even kijken. Oh. Hé, hey, niet nu zomaar gaan schieten. Nee, dat was je niet. Mogen we niet onze eigen vraag stellen? Moeten we echt aan die knoppen houden van het spel? Weet je wat? Jij mag voor mij 1 vraag stellen. Ben je een vrouw? Ja. Het is easy dan. Ja, opeens schiet je ook alles raak. Ik ben nooit raak geschoten. Heb jij naast haar... ook nog iets anders op je hoofd of gezicht zitten. Ja, maar jij mag niet een andere vraag stellen. Jij moet gewoon... Ja, waarom mag ik dat niet doen? Jij was aardig, ik ben niet aardig. Ja, laat mij ook... Nee! Je bent waarom... echt, hoe sneu, waarom mag ik niet gewoon? Ja, dan vind ik gewoon, dan ga ik verliezen. Ja, maar zo kan je echt niet zijn. Zo kan je echt niet zijn. Boeit me niet, team. Gaan we ook geen team noemen, dan als we wel vrienden zijn. Dit is echt een kut... Oh nee, dit is echt een kutvraag. Is your character from a first person shooter? Ja hoor. Oh, dat is echt een dream! Oh shit. Ik ga hem hebben. Het is klaar nu. Kijk. Oh nee. Ho. Het is bijna klaar. Is jouw character een brunette? Nee, ik ga niet antwoord geven meer. Hey, zielig doen, ik schiet je hoor. Nee, niet schieten. Mis. Alles op je mist. Ah! Maar moet ik ook via de computer? Ja, je moet via de computer. Hoe zielig kun je zijn? Echt een trulling. Wacht, laat me ze eerst even bekijken, die characters nog. Hoeveel tijd heb ik nog? Ik zie... Waar is Sakura van? Hé, hey, wat doe jij? Wat een kuthond ben jij, wat joh. Wat is er? Ja, ga lekker hier staan. Waarom doe je dit? Jij bent aan de beurt. Je bent echt zo zielig als die haters in de comments.
Ja, nu moet ik gaan raden. Als je verkeerd gokt, dan heb je verloren. Ja, ik weet het. Ik heb nog 20 seconden. Final guess. Ik moet het doen. Make guess. Shoot to guess. Oh, baby. Kut! Oh, jammer. Ja, maar je bent echt een zielige figuur, joh. Oh, baby. Maar wie was jij nou? Jinx. Arcane is toch een first-person shooter? Dat is League of Legends, jij simpel zieltje. Oké, andere categorie of wat doen we? Denk aan de YouTubers. Echt niet, hier gaat anime. Start! Huh? Wat heb je geklikt? Wat is dit? Ja, ik weet niet wat dit is. Wat voor vragen zouden hier voorbij zijn dan? Nee, je mag gewoon zelf vragen bij bedenken, hoor. Ja, hier gaan we zelf vragen bij bedenken. Zeg maar. Ben jij eetbaar? Yup. Oh, hij is eetbaar. Oeh, is dat makreeltje, is die eetbaar? Dat ga ik niet zeggen. Oké. Okay. Ja, dit is goed. Ja. Ik heb hem al. Oké, je moet echt een goede vraag bedenken. Zodat ik zoveel mogelijk weghaal. Zodat de kans groter wordt dat ik het haal. Ben jij Agent Jones? Nee. Je moet antwoord geven. Ben je Agent Jones? Hey, als je dat vraagt, moet je dat gokken. Dan moet je final guess doen. Je mag niet dit aan mij vragen. Hoezo mag ik niet vragen? Dan ga je niet op antwoord geven. Dat weet ik niet. Ja, maar dat is mijn vraag wel. Nee, je moet het op een final guess doen. What the fucking bitch ben jij, joh? Jij bent een hoe little bitch. Hoe zielig kun je zijn? Agent Jones. Incorrect. Ik heb verloren. Oké, laatste ronde. Welke categorie? Pizza's. Ja, ik ga spiksplinter nieuw. Een pizza ronde doen. Dit is geen pizza ronde. Ben ik dit? Oké. Ja, dat zijn tv-serie mannen. Alsof ik dit allemaal ken, joh. TV en film. Ik zie hier een patroon. Zit jij in een horror-gerelateerde film of serie? Nee. Wat? Nee. Je zit niet in horror-gerelateerd? Je zegt nee. Hoe bedoel je? Ga nu pas nadenken. Wat is horror? Ja, wat zeg je nou tegen mij? Nou, ik vind het niet echt horror, nee. Boom. No, ik heb je echt. Ja, dit is toch wel horror. Ja, dit is wel horror. Dit is misschien geen horror. Dit is horror. Horror. Wie de fuck is Sarah Connor? Is dat van horror? Horror? Nee, je gaat alles lekker om. Oh shit, mijn tijd is op. Oké, maar die demo, Demon Gordon, dat weet ik hoor. Die is horror. Oké, jij bent. Ben je een animatieman? Ja. Wat is animatie? Ben je een animatieman? Hè? Wat is animatie? Ben je een animatieman? Ja! Of niet? Oh, wat is dit dan? Je hoeft geen geluiden te maken. Oké, je bent aan de beurt. Oké. Ja, nu moet je toch echt risico's gaan nemen. Ben jij een cyborg robot? Ben ik een cyborg robot? Het is geen onduidelijke vraag. Eens even kijken. Wat valt er onder cyborg? Tim, ik wil gek hoor. Ja. Ik zou zeggen van wel. Je moet wel eerlijk antwoord geven, hè? Ja. Oh, Tim. Oh, we hebben er allebei. Oh, hey, stop. Jij hebt er 6, ik heb er 5. Het is heel spannend, Tim. Ja. Oh, ik wil dit niet verliezen. Fuck. Heeft jouw karakter iets wits aan? Oh, fuck. Dat is een kutvraag. Nee. Hij heeft niet iets wits aan. Oh. 50-50. Je hebt één vraag. Oké. Hij weet het niet meer. Is jouw aantrekkelijk? Ja, mijn is een full-on babe. Oké, jij bent. Nee, wacht. Ik ga incashen. Nee, je mag niet incashen. Jawel, ik ga incashen. Wel, want ik heb het toch gewoon. Ik mag er incashen. Je mag niet incashen. Dus jij gaat nu gewoon incashen. Nee, ik ben nog aan de beurt. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Nou, het is ongelooflijk, maar ik mag gewoon... Het is gewoon een regel dat ik mag incashen. Eens even kijken. Ga ik nu gokken? 50-50 kans om te winnen of te verliezen? Of ga ik gewoon een vraag stellen en je gaat het toch niet... Tuurlijk ga je gokken dan, maar weet je waarom? Omdat je anders dan weet je toch het antwoord en dan moet je de volgende beurt gokken. Dat slaat nergens op. Als ik misgok, heb ik verloren. Dat snap jij niet. Stel je vraag nou maar. Ben je een mens? Nee. Oeh, nu moet je gaan, Pieterman. Ik weet wie jij bent. Ik moet gokken dan. Ik weet wie jij bent. Oh, ik heb ook een 50-50. Kan ik hem splitten dan? Ja, maar je moet nu gokken. Je mag niet vragen en dan gokken. Je moet nu gokken. Ik moet even vragen en dan gokken, denk Nee, je mag niet vragen en gokken. Wat is horror, zei je? Dan moet het...
D zijn. Ja, dan moet het D zijn. Wat is horror? Dan is het deze. Want die anderen vallen allemaal in dezelfde categorie. Probeer dan. Ik ga het doen. Bluff dan. Probeer ik dan. Ik ga het doen. Bluffen. Probeer dan. Make guess. Ik wilde eigenlijk jou laten gokken. Je weet, ik ga niet gokken. Ik neem het risico niet. Ik weet wie jij bent. 100%. Ga maar voor die 50% Tim. Kans. Tim. Bluff. Hasta la vista, baby. Oh, fuck. Oh, man. Dan zeg je een hasta la vista. Oh, je bent de Terminator. Oh, je bent een cyborg. Dit gaat niet meer. Hij is een cyborg. Ik was vergeten dat hij een cyborg was, maar hij ziet eruit als een human male. Waarom zei je hasta la vista dan als je geen Terminator kiest? Omdat ik de andere Terminator koos. Bedankt voor het kijken naar deze Fortnite video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. En vergeet dat belletje niet. Het is gebeurd. Door jullie lakse gedrag is het YouTube-algoritme tegen ons gekeerd. En vergeet dat belletje niet. Op de vorige video kregen we 0 reacties. Als we vandaag niet minimaal 12 reacties hebben, verwijder ik dit kanaal. Kan ik een hype krijgen? Laat een reactie achter als jij wist wie het was. En vergeet dat belletje niet. Als we geen 10.000 likes krijgen, dan trap ik mijn computer kapot. Laat een reactie achter van wie je wilde dat het was. En vergeet dat belletje niet. Vergeet niet te subscriben, dan mis je de Fortnite video van morgen niet. Als ik niet eens een comment, een like of een belletje krijg, waarom doe ik het dan nog? Voor mijn lol? Waarom wil je me zo laten voelen? Het voelt kut hoor om geen like te krijgen. Mijn zelfwaarde is zo laag en je geeft het gewoon niet eens. En vergeet dat belletje niet.